We gaan weer wat vijverwater testen. En nu de GH. In de vorige filmpjes hebben we de andere waardes kunnen zien. In dit filmpje doen we de GH. De GH kunt u dus in de winkel of bij Kooicare Hoeksewaard laten testen. Dat is gratis. Maar u kunt dus ook zelf een Colombo set kopen met alle flesjes daarin. In dit geval gaan we het hebben over de GH, de gezamenlijke hardheid. De gezamenlijke hardheid van die pH en die KH maakt namelijk een GH. Ik ben geen scheikundig persoon, maar ik weet wel dat als de pH of de KH wordt verhoogd of verbeterd, laat ik het nou zo zeggen, dat vaak ook de GH in balans komt en ook omhoog gaat. Is het zo dat de pH goed is, de KH goed is, maar de GH is laag, dan zou je daar dus wat aan moeten gaan doen. We gaan eerst meten, voor ik ga vertellen wat je eraan kan gaan doen. Achter op het flesje, daar staat, de inhoud heeft 10 ml en we gaan daar 5 druppels van het eerste erin doen, in die 5 ml water, die ik dus het vijverwater uit de vijver heb genomen. Het flesje nogmaals is onder water dichtgeschroefd, zodat ik de beste waardes kan gaan meten in de winkel of bij u zelf thuis. Het water heb ik genomen middels het spuitje en ik doe er dus 5 ml erin en hou ik over. Jammer, dan spuit ik dat gewoon weer terug. Op het flesje staat de GH1. En bij de GH1 gaan we dus 5 druppels in het flesje doen. Zoals dat het er eigenlijk op staat. 1, 2, 3, 4, 5 druppels. Nou, het heeft een bepaalde paarse kleur. En we gaan eens kijken of we daar een andere kleur van kunnen krijgen. Bij de KH deden we dus 1 druppel. En dan gingen we tellen. Bij de GH doen we even schudden. Dan hebben we van de ene hebben we dus 5 druppels. En van het andere flesje staat er ook achterop, ga je het aantal keren druppels tellen. Dus je gaat gelijk met de eerste druppel al tellen om de kleur te gaan veranderen. En dat is dan de waarde van de GH. De eerste druppel, tweede, derde, vierde, vijfde druppel. En die wordt eigenlijk al paars, donkerpaars. Bij 5, 6 is die eigenlijk, ja, hij begint nu gewoon blauw te worden. Bij 6 druppels is die dus eigenlijk laag. Zo zeg je, maar hoeveel is nou laag en hoeveel is hoog? Staat ik in dat gebruiksaanwijzingboekje dat die dus tussen de 8 en de 12 eigenlijk moet zijn. Lees het boekje, het zit in diverse talen. Dan kan je lezen met of zonder bril. Nu kan ik het nog lezen, maar af en toe kan ik het niet lezen. Dat dus die GH boven de 8 moet zijn tot 12. Oké, wat doen we daaraan? Nou, daar zijn producten van alle merken, maar ook van Colombo, dat noemen we GH+. Daar staat op die bus staat weer de beschrijving hoe je daarmee aan de slag moet gaan. Hoe je het moet doseren bij per kuub, zeg maar, van uw vijver. En als je 10 kuub hebt, 10.000 liter, bij 10 kuub moet je dan zoveel schepjes erin doen of 2 schepjes per kuub. Nou, dan kan je dat doseren. Dat advies krijg je vaak mee vanuit de winkel, zeker bij Kooicare Hoeksewaard in Schravendeel. Die geef je dan het advies om dit of dat product toe te voegen of eventueel in combinatie nog met een ander product. Overigens, de KH en de GH nooit gezamenlijk in de vijver doen, doseren. Nooit doen. Eerst de GH, dan weer meten, dan eventueel de KH of andersom, waar dus de meeste afwijking in zit. Dat mag je zelf bepalen. Dit even over de GH. Vorige filmpjes hebben we dus de pH, de KH bekeken, nu de GH. Wil je meer weten? We gaan naar de ammonia kijken.
Dan klik je gewoon op het volgende filmpje en dan gaan we weer verder.